Goeiedag. Vandaag nog één keer de kans om van de warmte te genieten. Al moeten we het al wel doen met een stuk minder zon en ook meer wind erbij. Dus misschien een beschut plekje dat de goede keuze is vandaag. Een heleboel bewolking, daar hebben we vandaag mee te maken. Ik heb er nog wel voorzichtig een zonnetje bij gezet. Het zal niet helemaal zonloos zijn, maar vergeleken met de afgelopen dagen echt behoorlijk grijs. Het noorden is bovendien de hele dag wat gevoelig voor een spatje regen. 'S Avonds en vooral 's nachts, dan is het hele land aan de beurt, want dan trekt er een regenfront over het land. Vandaag dus nog wel vrij hoge temperaturen, een graad of 19 in de kustprovincies tot zo'n 22, 23 misschien landinwaarts. Een stevig windje ook daarbij uit het zuidwesten, op de meeste plaatsen een windkracht 4. Aan zee gaat het dan al iets harder en op de Wadden kan misschien eventjes windkracht 6 bereikt worden. En dan zijn we in een behoorlijk wisselvallige week beland, want na de regen van de nacht naar maandag lijkt het overdag dan wel weer droog te zijn op maandag. Dinsdag gaan er flink wat buien vallen met ook aardig wat millimeters die dan naar beneden komen. Woensdag is het dan weer droog en donderdag, hemelvaartsdag, dat lijkt dan weer een behoorlijk grijze en natte dag te worden. In de loop van volgende week zijn ook de temperaturen flink gekelderd naar zo'n 14 à 15 graden midden in de week. Voorlopig dus flink wisselvallig en ook fris voor de tijd van het jaar.